Welkom kijkers en kijkerszinnen bij een gloednieuwe stream. Het is weer even geleden. We gaan pakketjes openen. Het heeft ook veel te lang geduurd, want hij zou eigenlijk al ruim een week geleden, of misschien al ruim 2 weken geleden al binnenkomen. In ieder geval, hij zou lang geleden al binnenkomen. Volgens mij al inderdaad al ruim 2 weken geleden al binnenkomen. De boosterbox van Brilliant Stars. Ik heb er heel veel zin in. Er zitten een aantal kaarten waarvan ik weet dat die heel vet zijn, zitten hierin. Er zit hier ook weer een Charizard en Charizards zijn altijd veel waard. Dus het zou leuk zijn om een Charizard te poelen. Maar we gaan gewoon heel even kijken wat we erin gaan krijgen. Het is nog geen 8 uur, dus ik wacht even rustig met het openen van de pakketjes. Maar ik ga het grote pakket natuurlijk wel alvast klaarzetten. Zodat ik zo meteen kan gaan beginnen. Ik hoop dat jullie een beetje zin hebben. Mochten jullie het trouwens zien op YouTube, doe dan een duimpje omhoog. Dit is weer een ungekutte versie als het goed is. Dat doe ik eigenlijk altijd met de openings. Scroll een beetje door als je denkt van de voorbereiding hiervan duurt te lang of zo. Dat kan me nog iets bij voorstellen. Misschien dat ik de voorbereidingen wel tussenuit knip, maar meestal doe ik dat niet. Meestal is het gewoon puur, eigenlijk gewoon 100%... wat er gefilmd wordt. Maar het ligt er een beetje aan hoe lang het gaat duren. Het ligt er ook een beetje aan wanneer er mensen binnen gaan stromen. Zo te zien is namelijk de notificatie nog niet geweest dat ik live ben. In ieder geval niet op Discord. Dus kijk, het ziet er toch even gruwelijk vet uit zo. Ja, ik heb er zin in. Ik heb er zeker zin in. Waar zal ik die neerzetten? Zo. Dus, hoe is het met jullie? Oh, kijk. Daar hebben we onze boy Nando al. Daar hebben we onze boy Nando al. Ik ben benieuwd of onze boy Zandering ook nog gaat komen. Want die zouden er in ieder geval zijn. Ik zou boos worden als jullie er niet zouden zijn. Nando, even iets anders. Hè. Weet je wat ik vandaag zag? Ik zag Map Randomizer met een bingo combined. Dat was best wel vet. In plaats van dat je dus de top... dat je zeg maar de gyms op volgorde moet doen, moet je dus gewoon bingo halen. Dat was best wel vet. Ik dacht van, hey, dat wil ik wel een keertje gaan doen. Dus dat eigenlijk, dat wou ik zeggen. Klinkt zeker nice. Zag er ook wel nice uit. Goed, het is 7 uur geweest. Dat betekent eigenlijk dat we gewoon moeten gaan beginnen. Ik heb hier van die mooie pakjes. Het eerste pakje, wat ook meteen een vette art heeft, heeft deze Charizard art. Het zal wel weer een paar keer zo zijn dat we moeten gaan scherpstellen. Want dat is normaal. Een beetje gelig licht, maar daar kan ik eigenlijk niet zo heel veel aan doen. Dat komt omdat het avond is en ik mag dit alleen maar in de avond doen, want anders worden ze boos. Het liefst doe ik dit overdag, want dan is de belichting veel beter. Nee hoor, dat is een grapje. Voor jullie doe ik het graag nu. Zo. Ik denk dat het gewoon weer de kaarttrek weer gewoon 4 is, maar dat merken we vanzelf. Ja, de Kartik is 4. Oeh, de energies zien er anders uit. Best wel vet, dat wist ik helemaal niet. Ik heb me nog niet echt verdiept in deze set. Eigenlijk expres, omdat ik niet te veel ledlamp koop. Ik denk het niet. Gewoon overdag kijken, dan is het probleem opgelost. Dus, de nieuwe energy card. Een Tropius. Een Kledel. Een Fresh Water set. Milkery. Carablast, Clefairy, Cherubi, Sock, een Reverse Holo Kling Klang. En de eerste kaart is een Holographic Dusknoir. Oké. Wow, deze Holographic is best vet. Wacht, ik ga hem even sleeven. Want dat doe ik eigenlijk met alle holo's. Ik weet niet of je het kan zien. Ja, zo kan je het wel zien. Zo gedeeld is wel...
zo hier in het midden. Of dit vind ik vet, zeg maar. Dat je daar zo wel holographic hebt en dan van in de Pokémon zelf niet. Best wel een vette Dusknoir. Niet per se een van mijn favoriete Pokémon's Dusknoir, maar wel een mooie kaart. Gaan we naar het tweede pakketje. Met zo'n vette, coole Whimsicott erop. Oeh, en ik zie een coole kaart voorop. Maar die komt zo meteen natuurlijk niet voorop. 2, 3, 4. Ja, ik vind de energies echt vet, heb ik besloten al. Sowieso. Dus, Energy. Hunting Gloves. Vibrava. Café Master. The Spirit Tomb. Woo! Vermi. Impidimp. Staryu. Starly. Reverse Holo Shinx. Ah, cute. En een gewone Leopard. Het derde pakketje met zo'n coole Arceus art erop. Dit is denk ik sowieso wel de vetste die erin zit. Al moet ik zeggen, Shame in the Sky is de volgende. En dat is ook wel een heel vet cover art, zeg maar. Ja, dat gaat goed. Wel lekker. Oké. Een Energy de la Croix. Oh, hij wou niet. Ja. Crawdant. Ultra Ball. Vibrava. Burmy. Impidimp. Staryu. Riolu, Starly, Reverse Holo Lapras, oké. En een gewone Mewtwo, maar wel een vette Mewtwo art, kijk dan. Vette Mewtwo art. En dit is de vierde cover art, de Shaymin. Ik ben wel een Shaymin Sky fan. Ja, die Lapras is inderdaad ook wel vet. Een Dark Energy. Nog steeds een vette Energy. Choice Belt. Floatzel. Staravia! Ho! Oh. Purloin, Duskull, Sneasel, Corphish, fish. Magmar, interessante art. Oeh, dit is de vet, dit is de reverse holo spot. Oh mijn god, nice. Hoe heet die dude ook weer? Wacht, dat weet jij wel hoe die dude heet. Deze gast heeft in ieder geval een vette Houndoom. Holy shit, dit is een hele vette kaart en een Muk. Holy shit, op de reverse holo plaats kan je dus zo'n trainerkaart met Pokémon vinden. Deze is gruwelijk. Ik zie die ogen. Deze is episch. Grimsley. Is dat Grimsley? Is dat die gast met die dobbelsteen op het strand in Alola? Is hij dat? Ik weet niet hoe zeldzaam deze kaart is, maar als deze kaart zeldzaam is, ga ik hem laten graden. Want ik vind dit een fucking vette kaart. Holy shit. Ah, oh, hij is ook een Dark Elite 4. Oké. Als er meer van dat soort kaarten zijn, dan word ik een blije jongen hoor. Hier.
Oké, Grass Energy, Luxio, Hitmontop, Magma Bezin, Duskull, Sneasel, Koffie, Magmar, Spiritomb, Reverse Holo Excavalier en een Full Art Marnie. Marnie's Pride. Ah, alle oké kaart. Ik ben benieuwd of we zo'n 4-star krijgen. Die kaarten zijn gewoon vet met zo'n witte omlijning. Dat ga je straks wel zien, want er zal er vast wel eentje in zitten. Oké, is niet zoveel, maar het is wel een vette kaart. Electric Energy. Roseanne Backup. Blunder Policy. Executor. Gibble. Turtwig. Trapinch. Piplup. Shroomish. Pot Helmet. En B-Barrel. Charizard V is de meest waardevolle. $201. Oké, daar gaan we voor. En is dat dan... dat zal ook wel een trainer art zijn of zo. Een trainer art of een full art of een... wat heb je nog meer? Alternate art. Dat zal geen gewone V zijn, denk ik. Zou je die foto van die Charizard kaart in de TCG ding willen sturen? Zodat ik hem kan zien? Ja, alternate full art, ja, dat dacht ik al. Fighting Energy. Floatzel. Pachirisu. Choice Belt. Turtwig. Trapinch. Oh, die is heel vet. Piplup. Shroomish. Purloin. Snorunt. En gewone Clefable. Als ik die kaart krijg, holy shit. Fucking vette kaart. Ja, even voor de mensen thuis. Voor de mensen die het kijken op YouTube. Ik krijg in de Discord een plaatje doorgestuurd van de meest waardevolle kaart van deze set. En dat is de Charizard Ultimate Art. Waar vecht hij tegen? Oh, tegen een... Hij vecht op dat plaatje tegen een Venusaur. Ja, die zou ik graag hebben, die kaart. Misschien dat het hier er wel in zit. Oké. We hebben een vuurenergie. Fire Energy, Beartic, Fracture, Tropius, Grimer, Sneasel, Bidoof, Electrobus, Chimecho, Reverse Holo Beartic en een Aggron V. Oh, is ook wel een vette kaart. Ik vind wel vet dat die oog ook glimmend is, zeg maar. Ja, dit is een normale V-kaart. Die zijn normaal niet zo heel veel waard. Maar toch is het wel gewoon een vette kaart. Oké. Psychic Energy. Shinchino. Cleansing Gloves. Sigalith. Sneasel. Bidoof. Electrobus. Chimecho. Gibble. Reverse Holo Flygon.
En een normale Druidigan. We hebben een fighting energy, een Tropius, een executor, een Tropius alweer, een Clefairy, een Bidoof. Ik denk ook dat Sander officieel een imposter is. Electrobus, Weasel, Hawlucha, Reverse Holo Hitmontop en een Manaphy. We hebben nog niet echt een hard hitter. Ja, die Houndoom, dat is wel een vette kaart, maar dat is verder geen hard hitter. We moeten of een gold card hebben, of een V-star, of die Charizard. Ja, maar niet gewone legendaries, zeg maar. Arceus, ja, dat geloof ik wel. Want die zit ook niet zo heel vaak in de TCG. Rond de $60, dat is wel netjes. Torkoal. Double Turbo Energy. Grottle. Bidoof. Electrobus. Hawlucha. Weasel. Gible. Reverse Holo Klink. Er zit iets glimmends hierachter. Ik zie het hier om de omranding. Zie je dat? Ah, het is een Zamazenta V. Van alle legendarische Pokémon is het een Zamazenta. En snel naar het volgende pakje. Vet. Zamazenta is toch niet vet. We hebben een Metal Energy. Als hij hem pakt. Metal Energy. Hypnotop. Magma Bazin. Crawdaunt. Capchu. Shinx. Farfetch'd. Oh, dit is weer zo'n rare art, net als de Magmar. Execute. Sorry, ik dacht Executor. Grimer. Een Reverse Holo Friends in Galar. En een Luxray. Lol. Nando zegt de Zamazenta is 10 cent meer waard dan Aggron. $10. Maar die Aggron is al een vettere Pokémon. Een Water Energy, een Staravia, Berry, Clang, Shinx, Farfetch'd, Execute, Grimer, Clefairy, Reverse Holo Sigalith en een Infernape Holographic. Ik hou van holographics. Infernape, vette kaart zo met die swirl van vuur om zich heen. Ja, vette kaart. Oké, we gaan naar de Dark Energy.
als hij het doet. Nee? Oké. Okay. Darkness Energy. Tangler. Pachirisu. Ultra Ball. Mincino. Baltoy. Oh. Snorunt. Nosepass. Oh, die gaat niet goed. Onze favoriete Pokémon, de Denne. Reverse Holo Mincino. En een normale Hexorus. Als ik ooit een deck ga maken, dan gebruik ik alleen maar energies uit Brilliant Stars. Want ik vind die energies echt vet. Dit is sowieso ook een set die ik nog wel een keer vaker denk ik wil openen. Want ik vind dat er heel veel vette kaarten in deze set zitten. Van wat ik heb gezien, hè. Ik heb nog niet eens alles gezien. Die Houndoom bijvoorbeeld, die wist ik niet eens. Oh. En Grass Energy. Morgrem. Gabite. Gloria. Baltoy, Snorunt, Nosepass, Dedenne, Pikachu, een Reverse Holo Breloom en een Klingklang. Stel je voor dat je een deck hebt waar je alleen Holo Energies gebruikt. Dat is wel vet, maar dan moet je wel veel kaarten hebben. Wat een imposter die Sander, hè? Holy shit. Speciaal voor hem, en natuurlijk ook wel voor jou, deze hele stream verplaatst. Oh, daar heb je hem. Oh, thanks voor de subscription. Ik wou net zeggen, heel die stream verplaatst voor Sandrine. Nou, dat is hij. Ik heb euro's genomen. Dankjewel, Sander. Een Lightning Energy. Een Disclops. Cynthia's Ambition. Charon's Care. Sock, Corphish, Golett, Chimchar, Chimecho, een Reverse Holo Weavile en een Mothim. Is goed, Sandring. En dit is, na deze zijn we op de 11th. Oké. Een Fighting Energy. Starmie. Weavile. Dusclops. Corphish. Golett. Chimecho. Chimchar. Mincino. Professor's Research Reverse Holo. En een Elcremie. We zijn op de helft, boys. We hebben nog niet de allerbeste dingen eruit gepakt. Dit is op dit moment de oogst. Het is echt niet veel, maar toch. Misschien komt het goede nog. We hebben die Holographic Infernape, wat wel gewoon echt een hele vette kaart is. We hebben die Samazenta V. We hebben de Aggron V. We hebben de Marnie Full Art. Of nou ja, is de Full Art? Ja, volgens mij wel. We hebben de Dusknoir Holographic. En dit is op dit moment de vetste kaart die we getrokken hebben. Dus deze Houndoom met Grimsly. Wel een hele vette kaart. Zeker omdat die ogen van Houndoom ook helemaal glimmen. Dus dat is op dit moment onze oogst. Niet de beste oogst. Nog heel veel te gaan. Nog geen enkele 4-star kaart. Ik had verwacht dat die echt dat ze daarmee zouden gooien in deze set. Maar dat valt eigenlijk best wel tegen. Dus het wordt gewoon tijd dat we meer pakjes gaan openen. En kijken of we naar zo'n 4-star kaart uit kunnen halen. En of zo'n gouden. Want de Galarian Bird Trio zit erin. In die gouden kaartvorm. En ja, dat zou ik wel echt heel vet vinden. Oké, let's go. We hebben zo'n Metal Energy. Een Vibrava. Een Staravia. Een Monferno. Hawlucha. Weasel. Gibble,
Trapinch. Execute. Oh mijn god. Alternate art. Oranguru. Kan jij kijken hoeveel die waard is, Nando? Deze is fucking vet. Holy shit, deze kaart is fucking vet. Oh, er ligt er ook iemand op de achtergrond. Ik weet even niet wie er is. Maar toch, fucking vette kaart is dit. En daarachter zit nog een Holographic Infernape. Maar deze kaart is ziek. Oh, dit zou zomaar een kaart kunnen zijn die ik zou willen laten graden. Dit is echt een zieke kaart. Ik denk dat ik deze kaart nog vetter vind dan die Houndoom. Even veilig opgeborgen. En die andere er ook bij. Zo. Dat is een hele vette. Nog zelfs minder waard dan die Houndoom. Maar toch vind ik het echt een hele vette kaart. En op dit moment is het ook is grade ook in de aanbieding. Dus vandaar dat ik er even naar zit te kijken welke ik eventueel zou laten graden. Ik heb hier nog een vette gouden kaart staan die ik sowieso wil laten graden. Water Energy, Torkoal, Double Turbo Energy, Kindler, Duskull, Grimer, Shinx, Bidoof, Electrobus, Reverse Holo Riolu en Tornadus. Is dat nieuwe ding van Pokémon Training Card Game al live, zeg maar? Dat zouden ze toch overzetten of zo naar een ander soort game? Want ik heb nog superveel codecards liggen. Okay. En Dark Energy. Roseanne's Backup. Floatzel. Choice Belt. Duskull. Grimer. Shinx. Bidoof. Electrobus. Moltres Reverse Holo. Okay, vette kaart. En een Shaymin Sky V. Ja, vette kaart, maar het is maar een V-kaart. En voor V-kaarts doen we het niet natuurlijk. V-kaarts, zei ik. V-kaarts of V-kaarten. Hallo? Nog niet heel veel focus problemen gehad vandaag. En dat valt ook nog steeds mee. Grass Energy. Barry. Clang. Cynthia's Ambition. Nosepass. Milkery. Cupchew. De Denne. Farfetched. Reverse Holo Wormadam. En een Excavalier. Er zat gewoon een codekaart in waarvan het hoekje gewoon omgevouwen was. En stel dat is met een gewone Pokémon kaart zo, dan zou je toch fucking boos worden. Oké. Okay. Dus
Zeker als het een vette kaart is. Darkness Energy. Choice Belt. Staravia. Floatzel. Starly. Karrablast. Clefairy. Cherubi. Sock. Boss's Orders. En een Full Art Whimsicott. Kijk, dit is op zich gewoon een hele goede kaart. Full Art Whimsicott. Natuurlijk niet de heavy hitters, maar het is wel gewoon een waardevolle kaart. Ziek. Ja, trouwens, dus V, die doet niet in zo'n hard case. Zo. Ik heb al meer. Ik heb een LKZM Full Art uit een van de eerste sets die ik opende op YouTube. Die is echt ook heel erg vet. Maar die hoeft niet in zo'n hardcover. Ja, zou inderdaad huilen zijn als dat gebeurt met een goede kaart. Ja, dat hoekje erin. Dat zou echt heel kut zijn. Grass Energy. Oh. Fracture. Team Yell Cheer. Marnie's Pride. Milkery. Karrablast. Clefairy. Cherubi. Sock. A Reverse Holo Hunting Gloves. En een Leppers. Kom eens met zo'n V-star. Ik heb nog geen enkele V-star gehad. Wat is dit voor een onzin? What the fuck is dit? What the fuck is dit? Oké. Dit. Ik heb een zwarte kaart ertussen zitten. What the fuck is dat? Die komt voorop te liggen, dus ik ga kijken wat het is. Maar ik vind het heel raar. What the fuck is dat? Oh mijn god, dat betekent waarschijnlijk dat er een 4-star in zit in deze kaart. Of ze zijn dit bedrukken vergeten, maar ik denk niet dat dat het is. Holy shit, what the fuck? Zo'n kaart zit erin. Heel raar. Oké. We beginnen met Rosanna's Backup. Blunder Policy. Executor. Burmy. Impidimp. Staryu. Riolu. Milkury. Oh mijn god. En op Zekrom. Oh, what the fuck. Ik had verwacht dat er een 4-star in zou zitten. Ik ben heel even benieuwd wat die 4-star kaart is. Maar ik heb en op de Zekrom. Dit moet een fucking goede kaart zijn. Kijk hoe fucking vet deze kaart is. Holy fucking shit. Alleen, ik snap nog steeds die ene 4-star ding niet. Ik heb bijna het gevoel dat dat een slot is. Nou, maar dat kan niet, want de... Echt zo weinig en op Zekrom? En op Zekrom is zo'n vette kaart. Ik zit eventjes met deze kaart. Wat is dit? Misschien dat iemand het voor me kan googlen. Wat staat hierop? Heel raar. Goed. We gaan door.
Oké, Karen met Female Champion. Oké. Ik ben nog steeds een beetje in de war. Maar goed. We gaan door. Let's go. Energy. Executor. Friends in Galar. Weavile. Burmy. Impidimp. Staryu. Riolu. Starly. Reversal of Nose Pass. En Leopard. Oh, ik verplaatste mijn camera. Dat is niet handig. Okay. Lightning energy, Beartic, Fracture, Tropius, Duskull, Sneasel, Gorfish. Magmar, Spiritomb, Reverse Holo Golett en Elcremie. Lightning Energy, Cleansing Gloves, Dusclops, Beartic, Nosepass, Milkury, Gupchu, Dedenne, Farfetch'd, Reverse Holo B-Barrel, speciaal voor Simon, en een V-Star. Oké, onze eerste V-Star. Wel is het maar een Whimsicott, maar toch is het een V-Star. De eerste V-star die we poelen. Ik vind die witte randen eromheen erg vet. Whimsicott misschien niet mijn... mijn keuze voor V-star, zeg maar. Dat moet blijkbaar aangeven dat het een goede kaart in de pack is. Ja, dan zou die N op Zekrom een goede kaart zijn. Maar dit is in ieder geval onze eerste V-star kaart. En ik vermoed ook de enige 4-star kaart die erin zit. Ik denk dat we echt geen geluk hebben met deze box, als ik heel eerlijk ben. We hebben nog geen Arceus gepoeld, nog geen Charizard gepoeld. Nu wel één 4-star kaart. Nog geen gouden bird. Fighting Energy. Weavile. Gabite. Groddle. Chimecho. Chimchar. Mincino. Baltoy. Snorunt. Reverse Holo Bidoof. En Hexorus. Fire Energy. Fire Energy. Oké, Primplup. Probopass. Cincino. Chimecho. Chimchar. Mincino. Baltoy. Snorunt. Reverse Holo Burmy. En een Lucario Holographic.
Oh, wel een vette kaart, wel een vette kaart. Cute. Next. Oh mijn god. Nog één. Maar betekent dat ook dat er een goede kaart is? Oké, het is wel in plaats van de energy. Dus je mist niet per se echt een kaart. Want die energies boeien toch niet. Executor. Hunting Gloves. Fracture. Clefairy. Cherubi. Gorefish. Sock. Golet. Is dit die Umbreon kaart waar je het over had? Ah, de verkeerde, ik dacht het al. Damn it. Nog steeds een hele vette kaart, maar. Ah, dat moest een V-Max zijn, ja. Dat was ook zo. Oké. Toch $22. Oké, nou wel gewoon een goede kaart dan. Ik vind het wel grappig dat in het pakje waar die V-Star in zat. Oh, dat is een Kaboom inderdaad, ja. Dat in het kaartje waar die 4-star in zat, zeg maar. Dat daar niet zo'n plakkaatje in zat van 4-star, maar ja. Oké. Psychic Energy. Gabite. Torkoal. Double Turbo Energy. Clefairy. Cherubi. Sock. Corvish. Golet. Magma Bassin. Reverse Holo en een Mobdim. Oh, vooraf pakken. Zo. Ik wil deze set nog een keer openen, denk ik. Of ik moet nou in de laatste drie pakjes nog een extreem goede kaart krijgen. Oh, fuck. We hebben hier. Een Metal Energy. Tropius. Morgrem. Oh, die gaat echt niet goed. Oké, Morgrem. Claydol. Impidimp. Riolu. Burmy. Staryu. Karrablast. Reverse Holo. Warmadam. En Dredigan. Oké. We hebben hier een waterenergie. We hebben een Groddle, we hebben een Barry, we hebben een Clang, Magmar, Riolu, Burmy, Staryu, Karrablast, Reverse Holo Hexorus en een Kinglurfy. Wel een vette kaart. En dan gaan we het allerlaatste pakketje in, boys and girls. We gaan het allerlaatste pakketje in van de dag. Oké, let's go. Laatste pakketje. Een Darkness Energy. Magma Bassin.
Crawdaunt, Ultraball, Turtwig, Sneasel, Klink, Spiritomb, Axew, Reverse Hollow Fracture en een Holographic Moltres. Dat was hem voor vandaag. Het is echt niet zo'n hele goede oogst. Als ik heel eerlijk ben, dat had ik met Chilling Rain volgens mij ook de eerste keer dat ik die opende. Ik zal wel even laten zien wat ik wel heb gepoeld. Ik begin met de gewone, of de holographics en de kaarten waarvan ik dacht van, nou, die zijn, dat is voor mij niet heel veel waard, zeg maar. Dat zijn de volgende kaarten. Deze Holographic Moltres. Deze Kingler V. Dit zal wel lastiger scherp stellen worden omdat die glibberen. Lucario. De V-Star Whimsicott. Wel de enige V-Star die ik heb. Boss's Orders. Whimsicott Full Art. Shaman V. Infernape Holographic. Dusknoir Holographic. Marnie's Pride Full Art. Aggron V. Samazenta V. En Infernape Holographic. En dan heb ik vier kaarten hard gesleeved. Omdat ik dat echt vette kaarten vond. Dat was deze Houndoom. En hoe heet die dude ook alweer? In ieder geval een dude. Oh, Kingsley of zoiets. Of Kingly. Kingsley. King. Kingboy. Deze Orangaroo, wat gewoon een hele vette kaart is. Deze Zekrom met N op de achter op zijn rug, zeg maar. Dat vind ik gewoon een hele vette. Oh ja, Grimsley was het. En dan hebben we deze Umbreon V met... Is dat ook Karen of niet? Ik denk het. Nou, in ieder geval... dan wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze stream en deze card opening. De volgende keer... Ik wil deze set nog een keer openen, maar ik ga nog heel eventjes... bedenken wanneer ik dat ga doen. Ik heb ook nog twee van die hele rare V-Star gebeurers getrokken. Ik vind het een beetje raar dat die erin zaten, maar het zal wel... Oh ja, dat was dus ook Karen op die kaart. Ja, nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze stream. Vonden jullie nou een leuke stream? Dan hoop ik jullie graag de volgende keer weer te zien bij zo'n streamie van mij. Dan heb ik nog maar één ding te zeggen. Voordat ik adios amigos zeg... in ieder geval, YouTube adios amigos. En... wellicht dat een van jullie, of jullie allebei, misschien morgenmiddag, vroeg in de middag, zin hebben om iets van een randomizer of een map randomizer, bedoel ik, of een bingo of zo, of allebei op te nemen. Dan hoor ik het graag van jullie. Ik nog één ding te zeggen, dat is adios, amigos. Oh, laat het trouwens maar eventjes weten voordat ik de stream wegklik. Dan ga ik die rotzooi hier dus even opruimen, bedenk ik me nu. Dan zie je wel weer een rotzooi. Oh mijn god. Oh mijn god. Er zijn nog twee pakketjes. Die zaten achter die flap. Zaten nog twee pakketjes. Er zitten misschien wel gewoon nog fucking goede kaarten in. Oké. Oh mijn god, en weer zo'n gore kaart. Lol. Oké. Goed. Nou, laten we kijken. Wat een troll. Oké. Monferno. Gloria. Starmie. Riolu. Milkery. Karrablast. Clefairy, Cherubi, Reverse Holo Primplup en een Flygon V. Oké, hier zaten... De theorie klopt niet dat er altijd een goede kaart in hoeft te zitten, want dat is dus blijkbaar niet zo. Zo. Nou, dat is wel een leuke verrassing toch, dat er nog twee extra pakketjes in zaten. Oké, nu is het echt het allerlaatste pakketje van de avond. Energy, Fracture,
Team Yell Sheer, Marnie Sprite, Sneasel, Klink, Spiritomb, Axew, Impidimp. Oh mijn god! Dit is een fucking vette kaart! Dit is gewoon een vette kaart. Deze Octillery. Ja, ik vind dit echt wel een zieke kaart. Octillery Alternate Arting. Toch nog wat moois uit die laatste twee getrokken. Zo. Ah, $82. Maakt verder niet uit. Het is gewoon een vette kaart. Ik wil jullie nu echt bedanken voor het kijken van de stream. Adios, amigos.